Goedemorgen, het is Nessim is back in town, bitches! Welke dag is vandaag? Maandag. Het is maandag. En Nessim is weer terug, eindelijk. I'm back, bitches! Ik zweer, ik kijk al zo lang uit naar dit moment gewoon. Gisteren was echt drama, maar vandaag ben ik echt super vrolijk wakker geworden. Ik moest wel echt hazen komen, haar niet eens fascineren. Maar goed, we zijn nu in Nessim's auto, want mijn auto is dus naar de kloten. Ja, mijn auto gaat dus naar de garage. En Nessim brengt me naar mijn eerste afspraak, want ik ga mijn nagels doen. Echt zo zielig. En Nessim moet gelukkig wel in de buurt zijn, dus hij komt me even brengen. En dan ga ik denk ik even de stad gewoon in of zo, tot Nessim me kan ophalen. Okay. Morgen heb ik een event, dan heb ik dus geen auto, maar ik moet het echt fixen, want ik mis bijna alle events de laatste tijd. Dat is ook niet echt handig. Maar trouwens, ik ga dus naar de nagelsalon, want ik ga dus mijn nagels doen voor morgen. Morgen heb ik een event van Queen Tarzi en de dresscode is pink of green. En ik ga voor pink. En ik ga mijn nagels zo doen. Dat weet ik nog niet. Daarom ga ik naar de Zara straks. En als ik er niks vind, is het ook oké. Dan draag ik gewoon iets normaal crème. Wit of zo. Dan met wel pink nails. Maar ik zag dus bij Kylie laatst op Instagram dat ze zo'n ombre pink had. En die liep zich me over vanaf de middelvinger. Klinkt nu heel erg raar, maar jullie zien het straks wel. Ik ga mijn nagels even heel erg gek doen. Ik hoop dat ik geen spijt krijg. Maar ik heb even de luxe nails en spa. Ik heb de luxe nails en spa. Heb ik even een DM gezegd van ja, kun je als mijn nagels weer doen? Want ik had eigenlijk vorige week nog gedaan. Ze zijn eigenlijk nog helemaal mooi en zo. Dus ja, kom maar langs. We gaan het wel even doen. Ze hebben het nog niet eerder gedaan. Dat vonden ze ook wel leuk. Dus ja, dat is een beetje de planning. Yay! Spannend hoor. Inmiddels bij Deluxe Nails in Spa. En we gaan eerst deze set eraf halen. Want ik ga voor een veel langer setje. Oké, kijk, ik heb hier een voorbeeld. Ik ga je het even laten zien. Het gaat dus om. Even kijken, scherpstellen. Dit setje van Kylie. Deze wil ik eigenlijk gewoon precies, maar dan wel iets korter. Want ik vind het wel een beetje te lang voor mij. Ik vind het echt zo mooi. Ik ben hier nog steeds met Athanis en zij is mijn nagels aan. Wat is jouw Instagram? Koekoe nou stylist. Nou, dit is dus mijn nagelstylist. Maar zij is dus mijn nagels aan het fixen. Tot nu toe ziet het er echt heel goed uit, maar ik laat jullie even straks meer zien. En zij gaat zo koffie voor mij maken, want ik moet hier naar de Zara en ik heb heel erg honger en ik kan hier niks eten. En ik moet even mijn honger stillen ze met koffie. Ze hebben heel zielig. Ja, heel zielig. Zo zielig. Ja, maar gaan we naar de Zara zo, hè? Nou jongens, Athanis gaat koffie voor mij zetten. Wie zet nou koffie zo? Koffie bij jou? Mooi, ja, ja. En de dingetje? Ja? Nou, water is erin, jongens. Wauw. Jongens, mijn koffie is klaar. Dit zijn mijn nagels op het moment. Maar dus we moeten nog even. Wat moet je nou nog doen? Je moet nog een beetje glans in mijn nagels. Maar ik moet het mat hebben, hè? Geen glans. Oh ja, jij wil het mat. Ja. Gezellig. Ja. Gezellig. Oké, okay, ik ga mat doen voor jou. Ja. Maar jij bent klaar. Oké, okay. Dankjewel. Ik ben zo blij. Ik ben net opgehaald door Nesje. En dit zijn mijn nagels. Ik ben echt zo blij met mijn nagels. Het is eigenlijk een umbre effect. Oranje met roze. Nesje gaat hier niks van snappen. Grappig. Grappig, hè? Ik heb wel heel lang over gedaan. Ja, ik heb mat gedaan. Ik heb echt wel heel lang over gedaan. Dus ik weet niet of ik het heel snel opnieuw ga doen. Even kijken zo van dichtbij. Zie je het beter? Ik vind ze wel echt tof. Maar je moet echt focussen. In ieder geval, ik ben heel blij dat Nessim me heeft opgehaald. Ik heb jou echt gemist. Elke keer als je me ophaalt, word ik heel erg blij. Wij gaan nu, als het goed is, een beetje eten. En daarna gaat hij me naar huis brengen. Gaan we even de auto naar de garage brengen. En daarna gaat Nessim weer aan het werk in het pand. Want we zijn nog steeds bezig met verbouwingen. En voor de rest moet ik denk ik koken. Eten we thuis vandaag, ja toch? Ja. Ja, dus dan moet ik even snel even wat fixen. Ik heb nog niks uit de diepvriesschaal. Dus dat moet ik even snel doen. Maar goed, ik ga jullie even mijn nagels laten zien. Dit zijn mijn nagels. Love it. Ik ben weer aan het rijden in mijn auto. En Nessie, ik weet niet of jullie erachter kunnen zien. Nessie is achter me aan het rijden, want mijn auto stopt dus de hele tijd. Echt. Horen ze mij? Ja. Hella! Wij zijn ondertussen aan het bellen. Car, want hij moet even rekening mee houden dat als er een storing is, dat hij hier. Ik heb weer die signaal en mijn auto weer trilt weer. Oh, eindelijk thuis. Katjes zijn even naar buiten toe. Super lekker weer. Maar Nessim is weer weg, want hij moet weer aan het werk. Ik heb hem even thuis afgezet. Ik heb net even heel snel gegeten. Ik had nog even. Een restje gegeten van gisteren, want we hadden bij Alfano's gegeten. Er was kebab over, had ik meegenomen en heb ik net gegeten. Ik heb het echt zo snel gegeten omdat ik zoveel trek had. Maar ik heb de hele dag gewoon helemaal niks gegeten behalve
koffie gedronken. Nu weer even lekker rustig worden. Ik ga nu even editen, denk ik. En dan heb ik eigenlijk niet echt een planning nog. Ja, ik heb eigenlijk nog best wel veel te editen. Dus daar ga ik nu even mee starten. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Ik ga gelijk aan de slag nu. Oh, ik ga even mijn oorbellen uitdoen. Ik vind het echt niet chill. Ik heb een beetje lopen editen. Ik heb het nog niet af. Ik zit echt een hele lange shoplog. Nou ja, een hele lange vlog te editen met een mini shoplog erin. Dus dat duurt wel even. Ik heb met S gesproken. We gaan even samen eten. Ik heb geen auto, dus ik word zo opgehaald hoor. Ik heb een paar ingrediënten alvast klaargelegd. Want wij gaan gevulde groenten maken met tzatziki. En dit is wat zij niet thuis had, dus dat neem ik even mee. Ik ga me even omkleden, want ik heb een badjas aan met mijn pyjama. En deze vlek, the fuck is this? Dus deze nagels vind ik echt zo cool. Ook als ik zeg maar in de spiegel kijk, of als ik mezelf zit te filmen, of ik kijk in de camera en ik zie mijn nagels, denk ik, oh, echt gaaf. Heb jij een microfoon van papa weer gevonden? Kijk, dat is haar nieuwe speelgoed. Althans, als hij thuis is. En het komt als een cover gaat ze hem stelen van Vanessie. Dus ze gaat toch weer met jouw pannetje altijd. Ach! Ach! Kijk. Hier. Ga je er precies niks mee doen. Goed. Voorbeeld, Tina. Pak hem dan! Pak hem. Pak hem. Pak hem. En Lira, heb je aandacht nodig? Je wil naar buiten, hè? Je wil naar buiten. Wil je naar buiten? Ja, Lira wil naar buiten. Och, 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 och. Je bent toch net buiten geweest? Ik heb je net buiten gelaten. Zo. Ik zie eruit. Even snel omgekleed. Ik moet echt nodig mijn haar doen. Even gewoon een trainingsblokje aangedaan. Met deze shirtje van Nessie. En deze schoenen. Echt een lelijk outfit. Maar dit is gewoon even mijn zwerven outfit voor als ik naar S ga om te koken. En ik heb nog even een jasje mee voor als in de avond Nessie me ophaalt. Mijn outfit is echt zo geweldig. Niet normaal. Ik ben inmiddels bij S. En wij zijn nu bezig met onze neppe dolma. Want we gaan het dus niet koken. Maar we gaan het een beetje voorbakken en daarna in de oven doen. Nou ja, een soort van dolma. Zo ziet het er een beetje uit nu. Dit is de kant van Esme. Zij heeft dit gedaan. En ik ben een beetje de groenten aan het... hoe heet dat? Snijden. Snijden. Nou, dit is onze gehakt. Heel erg lekker. Ik vind het ook echt super lekker. En S heeft betere groenten voor gebakken voor ons. Ik heb vergeten om het te laten zien, maar ik heb tzatziki gemaakt voor de bij. Wij gaan lekker eten. Onze aubergine is klaar met gehakt. En wij gaan lekker tzatziki daarnaast eten. Ik ben net thuis. Het is best wel aan de late kant. Volgens mij is het 10:30 of zo, hè, Nes? Nes heeft me even opgehaald bij S. Wij moeten zo nog even naar kantoor, want we moeten een paar papieren even fixen. En daarna gaan we naar huis. En dan gaan we gewoon gelijk slapen. Ik ben helemaal kapot. Ik heb trouwens wel echt super lekker gegeten bij S. We hebben echt heel lekker gekookt. Nessie zei wel net dat ik naar knoflook ruik. Hij was uit eten geweest. Toen zei hij van ja, ik heb eigenlijk expres voor jou geen knoflook gegeten. Maar ik heb dus wel knoflook gegeten. Ik had er echt gewoon veel zin in. Wij zijn inmiddels aangekomen bij kantoor. We gaan even een paar dingetjes hier fixen. Altijd leuk als we die camera voor die spiegel doen. Dan zie ik niks. Sorry, ja. Net sinds aan het file parkeren. Ja, maar dat lukt wel geen meter, man. Wat de fuck ben ik nou allemaal aan het doen, joh? Wij moesten nog best wel lang wachten op een document die eigenlijk naar ons moest worden gestuurd voordat wij iets konden afronden. Maar het duurt nog best wel lang. Het is inmiddels 12 uur. Toen dachten we, shit, geen zin meer om hier te wachten, want we vielen bijna in slaap op kantoor. En inmiddels zitten wij, ik en Nes, bij Hon en gaan we hier even een theetje drinken. En even wachten op een document. Als het vandaag niet lukt, gaan we gewoon even richting huis om te slapen. En dan zien we het morgen wel. Lekker vaag verhaal. Maar goed, het is wat het is. Wij zijn net thuis. Eindelijk. Ik ga de vlog denk ik maar afsluiten. En ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. Ik zie jullie morgen weer. Ik vraag me op mensen dat nu zo is. Denken, wat is dit zo nou weer aan het vreven? Ja, dat ben hij is echt heel de dag al aan het snacken, niet normaal. Nou ja, goed. Ik zie je morgen. Doei.